En dan kan ik nu niet komen. Ik weet niet hoe ik daar kom. Ik heb nog nooit zo'n zootje ongeregeld mensen gezien. Ik dacht dat dit huis is helemaal dicht was. Ik heb zojuist net een deur gevonden. En dan moet je hier... Mijn vriend ook me! Allereerste besef dat ik hier helemaal in eentje ben. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van het kanaal van Jeff Movies. Mijn naam is Jeffrey, maar ja, dat weten jullie zo onderhand wel. En vandaag heb ik weer een urbex. Ik ben vandaag in Doel. En dat kennen jullie nog wel van de vorige vlog. Maar goed, ik ben vandaag zelf afgereisd op de brommer helemaal naar Doel. Om toch nog een keer even te gaan kijken hoe dit eruit ziet. Want vorige keer had ik er echt geen tijd voor. En daarom heb ik vandaag echt specifiek een urbex video. En die gaat echt helemaal alleen over Doel. En het is geen vlog. Ik ga echt kijken welke gebouwen ik nog even naar binnen kan. Maar het is echt heel bizar. Het was net super druk. Ik zet mijn camera aan en echt, er is bijna niemand meer. Maar het is echt bizar. Maar goed, die laat ik jullie meenemen. Oké, het allereerste besef dat ik hier helemaal in mijn eentje loop. Ik heb nog nooit in mijn eentje een urbex gedaan. En dit is echt bizar. Ik moet eerlijk zeggen dat het best wel apart is. Maar look, dit is echt geweldig. Bizar, hier hebben gewoon mensen geleefd. En het ligt er nu bij als een bouwval, het is zonde. Nou goed, dat hebben we in ieder geval gezien. Serieus, dit is iets waar ik vorige keer dus binnen ben geweest. En het is dus nog open. En het is een oude stal. En het is echt, ik vind het best wel bizar, want hier hebben gewoon beesten vroeger gestaan. Het hooi ligt er ook allemaal nog. En dan is dan hier, oh, het plafond komt naar beneden. Maar serieus, het is echt wel best wel bizar. Sommige huizen liggen er echt bizar bij. Dus zoals dit ook. Dit is dus echt helemaal afgefikt. Bizar. Het hele plafond is naar beneden gekomen. En waarom het zo hier zo uitgestorven is, dat komt door dit. Goed, het is voor mij alweer echt een lange tijd geleden dat ik hier ben geweest. Ik denk 2 of 3 maanden. Is op zich niet zo lang, maar als ik zo rondkijk, er is echt een hoop veranderd. Er is echt al een heleboel dichtgemaakt, wat op zich jammer is voor ons kanaal. Ik kan wel begrijpen natuurlijk. Oh, ik zie hier net dat dit hier nog open is. Ik ga even zo kijken wat hier te doen is. En ik wil gewoon echt vette shots voor jullie vandaag gaan maken. Echt dingen die echt waardig zijn om op Jeff Movies te plaatsen. Dus goed. Ik ga eens even in wat huizen kijken. Oeh, zwaar. Oké, I'm in. Fuck, mijn schoen hier. Ik weet niet wat er staat. Het hoort hier waarschijnlijk. Zo. Hoe komt dat lichtflikkering? Holy fuck. Oké, hierboven staat dus continu een deur te klappen. Ja, eigenlijk vind ik het fucking creepy. Maar toch wil ik eigenlijk even gaan kijken. Dat is die deur die dicht staat elke keer.
zolder. Nou, die slaan we voor vandaag even over. Dit is nasty. Dit is de deur die je elke keer sloeg. Nou. Dave! Kom eraan. Oké. Okay. Eerlijk is eerlijk, dit was echt een gruwelijk huis. En de trap is nog lekker stabiel. Dat scheelt. Dat vind ik toch wel belangrijk. Oké. Even pauze. Ik was dus bezig met het zoeken van huizen. Ik heb er met een paar binnen geweest, zoals jullie hebben kunnen zien. En nu is deze groep aangekomen. Oftewel, de dingen gaan even veranderen. Maar goed, we gaan wel gewoon door, want hun willen ook allemaal naar binnen. Dus hey, moet je net bij Jeff Movies wezen en Urbex. Dus laten we eerst maar een locatie zoeken. De duidelijkheid, dit is dus nog een van de weinige bewoonde huizen die hier in het dorp staat. Zover ik weet. Maar goed, mijn research is meestal goed, dus klopt wel. Hekkie. Video gaat fout. Foei. Hey politie. Popo. Hey jullie. Fanta is het beste wat er is. Moet dat nou? Maar goed, van de hele ochtend rustig kijken of je een gebouw in kan naar 2 minuten bakstenen door de ruit gooien. Ik voel me vandaag net een oorlogsverslaggever. Holy fuck, dit is best wel een groot huis geweest in deze tijd. Mooi open haard. Godverdomme. Oké. Ik heb nog nooit zo'n zootje ongeregeld mensen gezien. Jullie zijn echt erg! Die gasten die gaan dus wel anders om met dit soort dingen dan als ik doe. En ze hebben echt gewoon een heleboel gesloopt. Dus dat is dan wel weer een beetje minder. Oké, even voor de duidelijkheid. Ik was vorige keer dus in die garagebox geweest. Alleen die was dus afgesloten. En nu staat de hek open. Dus gaan we nog een keer terug. Hier werd ik dus vorige keer bijna gepakt. Ik heb hier in de fik gestaan trouwens. Maar, serieus, kijk hoe bizar dit erbij is. Het is 5 uur en ik wil dus ook wel een beetje op tijd thuis zijn. Want echt met de brommer is het nog 2 uur rijden. Dave gaat nog wel foto's maken van zijn brommer. En ik heb nog een huisje. En ik ga dat even alleen doen. Even verzoenlijk. En dat is echt vet. Let op jongens. Wow. Dit is echt bizar. Dit is dus gewoon een huis geweest van mensen. Het is wel een joekel van een huis geweest, dat moet ik eerlijk bekennen. Dit is echt best bizar, dit huis is echt groot. Dit is al. Dit is de woonkamer geweest. Wauw. Moet dit zien. En dan moet je hier echt oppassen waar het loopt. Zolder. Hé? Hoe de fuck kom ik erachter? Ik zag net een gat in het kasten. Ik zag net echt een gat naar boven en vanaf deze kamer kan je daar niet bij komen. Best wel bizar, maar goed. Kijk, ik zal het jullie laten zien. Er zit hier dus een gedeelte door naar boven. Hier. En dan kan ik nu niet komen. Ik weet niet hoe ik daar kom. Ik wou er eigenlijk even kijken. Maar goed. Dit is wel echt gruwelijk, jongens. Maar goed, ik vond dit echt ontzettend gaaf om even wat huizen in te gaan. In plaats van wat de vorige in de vlog. Een beetje buiten staan kijken en zo. Maar goed, we gaan even wat foto's maken, locaties zoeken. Misschien dat ik nog iets tegenkom wat van een huisje of weet ik veel wat. Dan laat ik dat sowieso natuurlijk zien. Maar goed. Let's go. Alweer. Er loopt daar een kat. Zo. Hallo kat.
Dan rijdt hij de hele dag een man een beetje rondjes met een busje. In Doel? In Doel. En dat is doelloos. En dat is doelloos. Oh man, dat is echt slecht. Nou goed, het is tijd geweest om terug te gaan naar Zeeland. Dus er wel België uit en dan Breskens de boot pakken. En dan terug naar, waar gaan we naartoe? Eten. Bij Vlissingen? Ja. We gaan naar Vlissingen eten. Dus Dinkt weg. We gaan eten. En ik ben gelukkig nog snoepjes aan het eten. Ik heb ontiegelijk veel dorst. Dus we gaan eerst naar Hul. Boot! Ik zit op een boot! Ik zit op een boot! Look! It's a boat! Nou, ik had dus een verjaardag van de week, dus ik heb al mijn vrienden uitgenodigd. Oh. Dat was even iets achterlijks. Maar we zitten wel echt letterlijk op een boot. En de boot, we varen nu weg uit Breskens. En als ik het goed zeg, ligt daar achter ergens Doel waar we vanmiddag waren. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Het was weer echt een aparte ervaring, aangezien ik op mijn brommer eerst alleen naartoe ging. En het is best wel apart. Dus of het voor herhaling vatbaar is, weet ik niet. Want het was echt de teringend. Maar leuk was het zeker. Ik hoop ook dat David ook genoten heeft. Zeer zeker. Dat hoorden ze niet, maar hij zegt wel, hij heeft zeker genoten. Ik heb niet zoveel te vertellen over deze video. Ja, dat die afgelopen is. Dus ik zou zeggen, abonneren natuurlijk voor meer. En laat alsjeblieft even weten of jullie dit graag meer willen zien. Ik vond het hartstikke vet, aangezien ik zelf wel echt van het verlaten gebouwen bezoeken en dat soort dingen ben. En eigenlijk wil ik nog een keer in mijn video zetten, gaat fout. Kill! Maar goed, dat gaan we niet doen. Maar mocht je dit natuurlijk een leuke video vinden, laat dan natuurlijk dat duimpje omhoog achter. Dat, echt waar, dat support zoveel. En abonneren. Als je natuurlijk meer wil zien, word je gratis op de hoogte gesteld wanneer ik een nieuwe video upload. En dan ga ik gewoon zeggen, ik check jullie bij de volgende keer. Volgende week woensdag om 16:30. Tot dan!